Dit vind ik toch eigenlijk wel altijd een van de spannendste dingen tijdens Prinsjesdag. De saluutschoten met de granaten. Is het nou voor u ook een beetje spannend? Tot het eerste schot eruit is, dan is het spannend. Dan is altijd de vraag of ze het doen. Zodra de koning het paleis verlaat, krijgen wij een seintje. En dan vangen de 1 minuut schoten aan. En dat duurt tot en met het moment dat de koning weer terug is op het paleis. Dus eigenlijk tijdens de troonrede ook, dus bijna meer dan een uur. Correct, weer meer dan een uur. En het is hoe lang de troonrede duurt. Nou, dan mag hij wel inbinden, want zo heeft u zoveel schoten. We hebben voor 2 uur schoten, dus dat gaat lukken.